Bijna 1000 Nederlandse militairen gaan meedoen aan een NAVO-flitsmacht bij de grens met Rusland. De eerste militairen vertrekken al over een paar weken, maakte minister Koenders vanmiddag bekend. En verder in het nieuws vandaag. Er lijkt bewijs te zijn dat Iran IS bombardeert. En het Nationaal Militair Museum van 90 miljoen euro gaat volgende week open in Soesterberg. Goedenavond. Nederland is een van de eerste landen die militairen naar de Russische grens sturen als onderdeel van de nieuwe NAVO-flitsmacht. Bijna 1000 Nederlanders zullen daar uiteindelijk worden ingezet, samen met Duitse en Noorse militairen. In september besloot de NAVO dat zo'n flitsmacht er moest komen om snel te kunnen reageren op dreigingen uit Rusland. Correspondent Arjen Noorlander op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel in gesprek met minister Koenders over die Nederlandse bijdrage. Werd goed ontvangen. Dat vooral Nederland samen met Duitsland en ook met Noorwegen vrij snel wil duidelijk maken dat in een tijd toch van destabilisatie in het oosten wij vertrouwenwekkende maatregelen nemen voor de NAVO-bondgenoten. En dat betekent dus dat dat wat ons betreft vrij snel moet. Is dit ook een waarschuwing aan Poetin dat die Nederlanders daar zo meteen zitten? Nou, het is wel een waarschuwing dat de NAVO destabilisatie niet accepteert en serieus naar de bescherming en naar artikel 5, dat is de collectieve verdediging, van zijn bondgenootschap kijkt. Lopen deze militairen dan ook geen risico als ze daar zitten? Militairen lopen altijd risico's, maar ik zou deze nou niet het grootste inschatten. Ze zijn er juist om het NAVO-bondgenootschap te versterken. Kracht uitstralen? Ja, zeker. Ja, Arjan, kracht uitstralen, is dat dus de belangrijkste functie van die flitsmacht? Ja, voorlopig wel, want je moet je niet voorstellen dat er nu 1000 Nederlandse militairen in januari naar de Russische grens gaan om daar in schuttersputjes met het wapengericht op Rusland te gaan liggen. Nee, wat de NAVO wil is een nieuwe flitsmacht opbouwen. Een macht die snel beschikbaar kan zijn als er ergens in Europa wat gebeurt. En wat je zal zien is het van die groep van zo'n 900.000 Nederlandse militairen, kleinere clubjes van een man of 200 naar de Baltische Staten, naar Polen, naar andere landen in Oost-Europa gaan om te kijken hoe snel ze daar kunnen zijn, om daar te oefenen, om te laten zien aan Poetin vooral als politiek signaal van wij zijn er mee bezig en we nemen het serieus. Het is echt een test hoe snel de NAVO paraat kan zijn. En welke militairen worden daar namens Nederland voor ingezet? Nou, dat is vooral de macht die wij nu samen met de Duitsers hebben opgebouwd. De luchtmobiele brigade vanuit Münster. Dat zijn soldaten die daar ook veel gelegerd zijn. En die zullen dus in de toekomst wat meer met hun plunjezak naast hun bed moeten slapen. Want als flitsmachtlid kunnen ze ieder moment worden ingezet. Het voortouw wordt dus nu genomen door Nederland, Duitsland, Noorwegen. Maar ik neem aan dat andere landen ook mee gaan doen. Ja, we gaan nu het experimentele jaar in waarin die flitsmacht op poten wordt gezet en waar Nederland dus behoorlijk aan meedoet, maximaal met 900 mensen. En dat doen wij om het visitekaartje af te geven dat Nederland serieus met de NAVO betrokken is en serieus mee wil doen. Maar het is maar voor een jaar, want over een jaar trekken de Nederlanders zich weer terug, zijn de andere landen aan de beurt. En als de flitsmacht er echt is, helemaal klaar, helemaal paraat over een jaar, zullen vooral andere NAVO-lidstaten die macht bevolken. Arjan, dankjewel. Dan naar de opvang van vluchtelingen. Door de toestroom van asielzoekers naar Nederland, onder meer uit Syrië, is er een gebrek aan opvanglocaties. En dat betekent dat in vaak kleine plaatsen een groot aantal vluchtelingen wordt gehuisvest. Zoals in Oranje, in Drenthe. De bewoners zijn daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Staatssecretaris Teven van Justitie ging er vanmiddag op bezoek. Oranje aan het Oranje Kanaal. De bewoners staan achter de opvang van vluchtelingen, maar hooguit 250. Terwijl de staatssecretaris er 1000 wil vestigen. En dat is onbespreekbaar. Ik ga hem denk ik toch wel vragen hoe hij zich dat voor zich ziet. De 1000 asielzoekers in een dorpje met 115 inwoners. En hoe we de integratie, hoe dat zou moeten. Want volgens mij moeten we nu andersom integreren. Volgens de bewoners heeft het gemeentebestuur te snel een belofte gedaan voor de opvang van zelfs 1400 vluchtelingen. De eerste 600 asielzoekers wonen hier inmiddels al een paar weken. En vandaag kwam de staatssecretaris zelf naar Oranje. Er is natuurlijk in korte tijd veel opgebouwd. En dat betekent dat, dat er ook wel eens hier en daar wat breukschade zit. En dat is hier ook gebeurd. Breukschade en dus overleg met bewoners en de gemeente over draagvlak, aantallen, nadelen en ook voordelen. Het gaat ook om werkgelegenheid.
Het gaat ook om dat sommige voorzieningen die in kleine dorpen en kleine gemeenten moeilijk te handhaven zijn, die ook een boost krijgen waardoor scholen wel open blijven. Ja, blijkbaar dus overtuigt dat niet direct. Nou, dat overtuigt niet iedereen en dat heb ik hier vanavond ook gemerkt. Dus er zijn ook mensen die heb ik niet overtuigd op dit moment, maar met die mensen hebben we vanavond wel gesproken. Die 1000 blijft als maximum aantal staan, terwijl wij hebben aangegeven van, nou, als u er nu 600 van zou maken, dan valt over alles te praten en zijn wij heel tevreden. Dat gaat niet gebeuren? Dat gaat nu niet gebeuren, nee. Terwijl de staatssecretaris de toegestroomde asielzoekers met zorg wil huisvesten, voelen veel bewoners, zoals hier in Oranje, zich overvallen door de snelheid en het aantal. Teven belooft vanavond dat zij nu mogen meepraten in een regiegroep, maar zei er wel gelijk bij dat het aantal, nu 600, toch stapje voor stapje zal stijgen. Er is bewijs dat Iran, net als Amerika, ten strijd trekt tegen de Islamitische Staat in Irak. Opmerkelijk, want het waren tientallen jaren gezworen vijanden. Dieptepunt in de verhouding is in 1979 de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Teheran. Voor Iran staat Amerika jarenlang voor het grote kwaad. En Amerika vindt Iran een potentiële agressor. En is als de dood dat het land kernwapens ontwikkelt. Pas na jaren gaat het een beetje beter. Als Amerika en Iran, samen met andere landen, overleg beginnen over stopzetting van het Iraanse kernprogramma. En nu duikt er een foto op van wat volgens kenners een Iraanse jager is, die net als de Amerikanen IS bombardeert. En zo staat Iran ineens aan dezelfde kant als de coalitie, met onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. We gaan naar Thomas Erdbrink in Teheran en Arjen van der Horst in Washington. Thomas, dit is de bevestiging dat Iran inderdaad tegen IS strijdt. Ja, Iran strijdt natuurlijk al een hele tijd tegen de Islamitische Staat. Ze doen dat met name door het steunen van milities op de grond. Sjiitische en Koerdische milities worden gesteund door Irans meesterspion, zoals die wel wordt genoemd, generaal Soleimani. En wat we nu zien is feitelijk een soort voortgang van die Iraanse, noem het maar, zelfverzekerdheid. Los van het steunen van groepen, troepen op de grond, sturen de Iraniërs nu ook vliegtuigen. Arjen, denk je dat dit een geheime deal is van de Amerikanen met de Ayatollahs? Nee, er is geen deal. Eerder is er sprake van een stilzwijgend toestemmen. Het Witte Huis had een paar weken geleden al gezegd dat er geen sprake van zijn van echte samenwerking. Nou, vandaag hoorden we een anonieme Pentagon-woordvoerder. Ja, en die zegt dat ze heel goed op de hoogte zijn van de Iraanse activiteiten. Dat ze het ook nauwlettend in de gaten zullen houden. Maar ja, zolang ze geen bedreiging vormen voor de Amerikanen, ja, kan Iran gewoon zijn gang gaan. Dus geen deal, maar de Amerikanen houden het ook weer niet tegen. Geen deal, ze houden het niet tegen. Zou ze misschien zelfs als het begin van iets moois kunnen beschouwen? Misschien wel, want Obama had al een gebaar gemaakt naar Iran. Een maand geleden lekte een geheime brief uit van Obama. Die was gericht aan Ayatollah Khamenei. En daarin zegt Obama, ja, dat de VS en Iran een gedeeld belang hebben in de bestrijding van de IS. En dat misschien wel in de toekomst een echte samenwerking mogelijk is. Daaraan verbindt Obama wel een aantal voorwaarden. En de belangrijkste is natuurlijk dat er eerst een deal moet komen over de nucleaire plannen van Iran. Nou, die deal is er niet. Er wordt nog over onderhandeld. Laatst is ook de deadline voor die onderhandelingen verschoven. Ja, en daarmee lijkt voorlopig ook een echte samenwerking in de aanpak van de IS niet aan de orde. Thomas, hoe wordt daar in Iran tegenaan gekeken? Nou, die Iraniërs die denken daar heel anders over. Die willen namelijk helemaal niet met de Amerikanen samenwerken. Sterker nog, ze waren juist net zo blij dat het Amerikaanse leger zich terug had getrokken uit Irak en zich terug aan het trekken is uit Afghanistan. Het leek er juist op dat Iran zijn macht in de regio meer en meer kon gaan vergroten. En nu, door dat verfoeide IS, komen de Amerikanen wellicht weer terug. Dus Ayatollah Khamenei, de Iraanse leider, heeft een antwoord gestuurd aan die brief van Obama. En hoewel dat antwoord niet is duidelijk gemaakt, zeggen Iraanse officials achter de schermen, Iran wil absoluut niet samenwerken met de Amerikanen. Nee, ze willen dat de Amerikanen zo snel mogelijk weer vertrekken uit het Midden-Oosten. Thomas en Arjen, bedankt. En vandaag werd bekend dat twee familieleden van de leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi, in Libanon zijn opgepakt. Een van zijn vrouwen en een zoon reisden vanuit Syrië naar Libanon, waarschijnlijk met een vals paspoort. Ze zitten nu dus vast in Libanon. Maar daar willen ze verder niks zeggen over hoe het met ze is.
Lege stallen kosten geld. En daarom komen er weer nieuwe regels voor de kippenboeren. In het grootste deel van Nederland mogen ze weer kippen fokken. Dan moet de hygiëne op alle bedrijven wel beter. Maar dat kan ook nog niet overal. Rondom de getroffen bedrijven blijft het streng. In deze stal zitten normaal 27.500 kuikens. Normaal wel, maar het staat hier al anderhalve week leeg. En dat kost de eigenaar zo'n 1000 euro per dag. Vanaf donderdag mag hier weer gefokt gaan worden. En tegelijkertijd worden de hygiëne-eisen aangescherpt. Op deze manier kan de bestrijding van de vogelgriep effectief worden voortgezet en kan de economische schade voor ondernemers beperkt blijven. De kippenhouders zullen wel zorgvuldiger moeten gaan werken, want het virus kan soms letterlijk het bedrijf binnensluipen. Soms heb je pech, want je kunt ongediertebestrijding doen, maar als er toch nog één muis komt die van buiten komt, die je er niet in wil hebben, die komt toch binnen, kan dat al aan de gang zijn. Houdt u er rekening mee dat het nog niet voorbij is? Daar houden we rekening mee en we hebben ook vastgesteld dat daar waar er op dit moment 3 uitbraken zijn geweest, de maatregelen die we voor die regio hadden getroffen, onverkort van kracht blijven. En zodra in een andere regio het vogelgriepvirus opduikt, zullen voor die regio exact dezelfde maatregelen gaan gelden. Maar zover is het nog niet. Voorlopig kunnen kippenhouders in het grootste deel van het land weer hun gang gaan. Rusland kampt met zware economische tegenslag. De olieprijs daalt sterk en dat heeft gevolgen voor de Russische schatkist. De regering rekende tot nu toe met een prijs van $100 per vat. Maar die ligt inmiddels rond de $70. De lage olieprijs heeft gevolgen voor de nationale munt, de roebel. Die is in de afgelopen maanden ten opzichte van de dollar tientallen procenten minder waard geworden. En dat merken de Russen in de supermarkt. Het zijn barre tijden voor de Russische economie en dus zijn het barre tijden voor Russische burgers. De klanten van Pityorochka, een keten van goedkope supermarkten, merken aan hun lijve dat de roebel meer en meer terrein verliest. Вот я взяла эту самую колбасу, ту самую языковую. Она стоила 86 рублей. Вот уже неделю она 105 стоит. Economieprofessor Oleg Sukharev bevestigt dat geld snel minder waard wordt. Для простых россиян это означает ощутимую инфляцию, потому что импортные товары становятся существенно дороже. En het zijn niet alleen de armere Russen die erdoor worden getroffen. Ook mensen die boodschappen doen in chicere winkels hebben er last van. Сюда люди не ходят, да, у кого критическая ситуация, так скажем. Но тем не менее ощутимо, да. То есть уже ну, начинаешь где-то задумываться, да, стоит ту или иную позицию покупать или нет. Er is een hele serie oorzaken voor de problemen. Het gaat wereldwijd niet goed met de economie. Rusland is gestraft met sancties door Brussel en Washington en heeft zelf de invoer van voedsel uit Europa beperkt. Maar het belangrijkste is toch wel de lage prijs van de kurk waarop de Russische economie drijft, de uitvoer van olie. Снижение цен на нефть. Меньше поступления объема долларов на валютный рынок. Раз меньше долларов, рубль будет обесцениваться. Ondanks de economische kou blijft president Poetin onverminderd populair. Hoewel een enkeling hem juist wel in het beklaagde bankje plaatst. Много ошибок. И в политике, и внутри. Расплачиваемся мы. Но надеюсь на лучшее. Если честно, на смену режима, конечно. De Russische regering is zich inmiddels wat realistischer gaan opstellen. Die houdt nu rekening met een krimpende economie en een lagere olieprijs. Maar dat zal wel gevolgen hebben. Ждать, что 15-й год будет рецессионный. Год будет неблагоприятный. Никакого скачка роста пока не просматривается. Nederlandse bedrijven hebben ook behoorlijk last van de stagnerende Russische economie. Een exportadviseur zag zijn omzet dit jaar al met een kwart dalen. En het wordt alleen maar rustiger. De Russische ambassade, de economische afdeling hier, heeft iets druk. Ik denk dat die niet zo heel druk hebben hier. Want die zullen het hier druk hebben met zeg maar, Nederlands-Russische handel. En in vergelijking met de afgelopen jaren is het een stuk minder geworden. Russische sancties tegen westerse bedrijven. Wat merkt u daarvan? Wat is daar het gevolg van? Nou, je merkt dat dat speelt zich met name af op het gebied van levensmiddelen bijvoorbeeld. En je merkt dat een aantal Nederlandse handelsbedrijven in één keer eigenlijk hun markt zijn kwijtgeraakt. Hè. Als je in de kaas zat naar Rusland toe, dan kun je nu geen kaas meer verkopen naar Rusland. Dus dat merk je sterk.
De Russische diplomaten hier staan machteloos tegenover de westerse sancties. Daardoor mag er geen hoogwaardige technologie naar Rusland meer worden geëxporteerd. Dan gaat het met name om de olie- en gassector. Een heleboel bijvoorbeeld ook Nederlandse bedrijven die technologie of producten leveren die zowel voor burgerdoelen als voor defensiedoelen kunnen worden gebruikt. Ja, die hebben ook problemen en die kunnen niet meer leveren naar Rusland. Dus er is wel wat aan de hand in de markt als gevolg van die sancties. Dit is een echte crisis en in de afgelopen 20 jaar dat ik in Rusland zit, is dit de eerste crisis waar ik me echt zorgen over maak. De Israëlische premier Netanyahu heeft 2 ministers naar huis gestuurd en vervroegde verkiezingen aangekondigd. Hij is het zat dat er steeds maar gedonder is binnen zijn kabinet. Willem Holleder hoeft voorlopig niet de cel in. Pas begin volgend jaar valt er over een besluit. Het Openbaar Ministerie wil Holleder weer opsluiten, heeft Peter R. de Vries bedreigd. En daarmee heeft hij volgens het OM de voorwaarden geschonden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. De Nederlandse netbeheerder Tennet heeft maatregelen genomen om België te kunnen helpen als het land deze winter zonder stroom komt te zitten. In België dreigt een elektriciteitstekort na het stilleggen van 4 kernreactoren. Die ligt stil door onder meer ouderdomsproblemen en een brand. De Belgische netbeheerder had Tennet om hulp gevraagd omdat het onzeker is of ze zo'n tekort zelf kunnen opvangen. Opnieuw een bloedige aanslag in Kenia. Afgelopen nacht zijn 36 mijnwerkers vermoord. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de aanslag gepleegd. Als vergelding, zeggen ze. Vanwege de Keniaanse bemoeienis in het land waar ze hun oorsprong hebben, buurland Somalië. Een akelig karwei voor de Keniaanse militairen. De berging van de slachtoffers van de aanval van afgelopen nacht. Meer dan 20 terroristen van Al-Shabaab overvielen de mijnwerkers en vermoorden iedereen die niet islamitisch bleek. Sommigen zijn door het hoofd geschoten, anderen onthoofd. De slachtpartij was in Kormei, vlakbij de grens met Somalië. Kenia heeft sinds 2011 troepen in het buurland, juist om de regering daar te helpen bij het bestrijden van militante groeperingen zoals Al-Shabaab. De aanslag van vandaag is de tweede in korte tijd. Anderhalve week geleden nog kaapten Al-Shabaab-terroristen in dezelfde regio een bus. 28 passagiers die niet islamitisch bleken, werden in koele bloeden vermoord. President Kenyatta zegt de strijd tegen de terreur niet op te geven. Volgens hem moet worden voorkomen dat Al-Shabaab lokaal een kalifaat gaat vestigen. We will not flinch or relent in the war against terrorism in our country and our region. Our stability and prosperity depends on a secure neighborhood. And this is our commitment. Naar aanleiding van een reeks aanslagen zijn de minister van Binnenlandse Zaken en de politiechef afgetreden. Heel wat mensen hopen dat hun internetbestelling voor pakjesavond op tijd binnen is. Gaat deze dagen een recordstroom aan pakketjes door het land. Alleen al PostNL bezorgde vandaag voor het eerst meer dan 1 miljoen pakketjes op 1 dag. Topdrukte bij dit sorteercentrum in Amersfoort. Want ook de Sint bestelt steeds meer cadeautjes online. We hebben vandaag enkele honderden extra krachten ingehuurd om te helpen in het sorteerproces. Daarnaast ook veel extra ondernemers ingehuurd om de pakketten weg te brengen. Hallo. Hi, de postpakket. Ik heb een pakketje voor u. Hoi. Hi, de postpakket. Ik heb 2 pakketjes voor u. Goedemiddag. Goedemiddag, de postpakket. Ik heb 1 pakketje voor u. Voor de kerst verwachten ze nog een paar dagen met meer dan 1 miljoen pakketten. Het is een opsteker voor een bedrijf dat steeds minder verdient aan de bezorging van brieven. Internet heeft wat dat betreft 2 gezichten. Aan de ene kant de digitalisering van e-mail, zodat er minder post is. Maar aan de andere kant komen er meer pakketten in verband met het webwinkelen. Ook andere bedrijven zoals FedEx, DHL en UPS hebben het druk. Zij bezorgen vandaag nog eens honderdduizenden pakketjes bovenop de 1 miljoen van PostNL.
90 miljoen euro voor een nieuw militair museum. Dat is niet niks in tijden van bezuinigingen. Maar daarvoor krijgt Defensie dan ook een van de grootste ter wereld. In het gloednieuwe Nationaal Militair Museum zijn de collecties samengevoegd van het Militaire Luchtvaartmuseum en het Delftse Legermuseum. Het staat in Soesterberg en volgende week gaat het open voor het publiek. Het is een gigantisch complex op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. 5 voetbalvelden vol met zaken die sommigen zullen bestempelen als oorlogstuig en waarvan anderen zullen watertanden. De geschiedenis van de krijgsmacht. Ja, het deel waar we nu staan is het oudst en is ook chronologisch. Dus we beginnen 3000 voor Christus en we eindigen in het nu. De oudste militaire voorwerpen zijn 2 pijlpunten. Later kwamen de kanonnen en daarna... Ja, dan voor het eerst eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog, of eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, de oorlog in 3 dimensies. Dus niet alleen maar te land en te zee, maar ook in de lucht. Een mitrailleurkar getrokken door honden uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Alleen ook toen al had je de anti-trekhondenbond. Dus mensen vonden het zielig voor de honden. En ja, het is ze gelukt om dat afgeschaft te krijgen. En het model daarna staat hier achter. En dat werd getrokken door dienstplichtigen, door mensen. Dat mag wel, dat is niet zielig. U zegt het. Er valt hier in het Legermuseum niet alleen heel veel te zien, je mag ook van alles aanraken. Zoals deze wapens, deze karabijn uit 1895. Of iets moderner, deze Uzi. Waar zelfs kinderen mee mogen spelen. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, is dit niet één grote verheerlijking van geweld? Ja, die mensen zullen er zijn en natuurlijk mag je dat zeggen, want ook dat is een mening. Maar we zijn een democratie en we hebben een krijgsmacht. Die is zelfs in onze grondwet verankerd. En dat laten we zien. En ja, vrede en veiligheid moet je soms met geweld bereiken. Op wat voor manier komen ook de onaangename kanten van geweld aan bod? We laten zien wat het doet met mensen. We laten ook dingen zien die misgegaan zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld een prothese van een militair die in Afghanistan een been is kwijtgeraakt. Prominent in de expositie zitten. Je wilt opstaan om te reageren en dan ja, merk je dat dat niet gaat. 90 miljoen euro in een tijd van bezuinigingen, is dat te rechtvaardigen? Ja, dat is te rechtvaardigen, omdat het uiteindelijk dus een bezuiniging is. Ja, daar is de plicht, de zorgplicht voor het militaire erfgoed. En door deze combinatie te maken van 2 musea, treedt er uiteindelijk toch een besparing op. Ja, maar eindigen eigenlijk in het nu. Dus dit is een moderne F-16-jager zoals ze nu ook worden ingezet. Een Batavier te paard op schootsafstand van een moderne F-16. In Soesterberg kan het. Gaan we naar het weer, Peter. Het was vandaag weer behoorlijk grijs. Morgen ook weer, vrees ik? Ja, er zit weinig verbetering in het weer. Het was vandaag heel erg bewolkt. En uit die bewolking, daar viel zelfs wat winterse neerslag hier en daar. Echt sneeuw die bleef liggen was het niet. Maar hier in het noordoosten kwam plaatselijk wat ijzel voor. Werd gemeld door verschillende waarnemingsstations. En hier in Limburg, daar viel wat motsneeuw. De grond was nog een beetje te warm. Om het echt te laten liggen, maar op auto's en dergelijke, daar zijn wel wat vlokken blijven liggen. En dat gaf het toch al een klein beetje een winterstintje in al deze grijze dagen. Want die grijze dagen, daar zijn we voorlopig nog niet van af. We zitten tussen 2 hoge drukgebieden in. En in dit hele gebied, in Midden-Europa tot aan Rusland aan toe, is het echt grijs weer. Met een hardnekkige bewolking die maar heel moeilijk verdwijnt. Zon hebben we wel in het zuiden van Europa, maar niet omdat het daar nou prachtig mooi weer is, maar omdat daar een lage drukgebied ligt. En dat lage drukgebied zorgt voor opklaringen, maar ook voor hele felle buien. Vandaag in Griekenland, maar ook in Italië en verder naar het westen. En ook morgen, dan ligt dat lage drukgebied daar nog steeds en zorgt daar voor flink wat neerslag. Ook in Italië ziet u maar hier af en toe wat paarse kleuren. Dat betekenen flinke regenhoeveelheden. En ook in Griekenland is het morgen bepaald niet droog. En datzelfde geldt ook voor de kusten van Portugal en Spanje. Nou, zoals u ziet is de computersimulatie voor morgen heel enthousiast met zon in Nederland. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat er niet van gaat komen. En dat het de komende dag, 24 uur, nog grijs zal blijven. Vannacht in elk geval, met in het noordoosten en in het oosten een klein beetje vorst. 1 of 2 graden. In het noordwesten misschien een heel klein beetje motregen. En een sterke wind uit het noordoosten, windkracht 6. En dat zal het er nog ietsje kouder op maken zelfs. Veel bewolking vannacht dus, maar ook morgen. Ik denk dat de zon niet te zien zal zijn. Temperatuur van zo'n 0, zo rond het vriespunt in het noorden en het oosten van het land. En zo'n 2 à 3 graden aan de kust. Nou, ook donderdag en vrijdag is het nog behoorlijk bewolkt. Maar de wind die draait vanaf vrijdag wel naar het westen toe. En dat betekent dat niet alleen de temperatuur wat omhoog gaat, maar ook krijgen we in het weekend dan eindelijk die zon weer even te zien.
het belangrijkste nieuws in dit NOS Journaal. Het kabinet stuurt vanaf januari honderden Nederlandse militairen naar de Russische grens. Ze maken daar deel uit van de NAVO-flitsmacht. En meer nieuws in Nieuwsuur op 2 om 10 uur. Heel fijne avond verder.